En u mogen toch veronderstellen dat de totaalhuldiging, de huldiging van de beste schaatsenrijders van dit hele toernooi, ook niet lang op zich zal laten wachten. Normaal gesproken zal dat aangesloten aan deze huldiging plaats kunnen vinden. De vlaggen worden inmiddels, u ziet dat die mannen in die witte jacks, naar de palen gebracht. Twee Russische vlaggen. Flank hier en daar het rood-wit-blauw van Nederland, dat in het midden aan de hoogste mast gehezen zal worden. Voor Hein Vergeer. Ja, let dit maar weg jongens, dit hoeven wij niet. Hein Vergeer, Oleg Bogdev en Viktor Shasherin. De man die de 16e en laatste plaats op de 10 kilometer innam. Met niettemin een prima tijd van 14:47. En daar komt Hein nu uit de catacombe. U kunt hem nog niet zien, omdat waarschijnlijk hier niet in beeld te vatten is. Maar hij schiet ineens door het publiek heen. Vergeer nu inmiddels aangekomen vlakbij het podium. Daar ook waar de scheidsrechter staat. En ook Bogdev heeft zich daar nu vervoegd met Shasherin. Fanfare klinkt, huldiging, wereldkampioenschap 1986. Geen huldiging geweest hier waar geen Nederlander bij betrokken was. Daar komt hij, de wereldkampioen. Hij was het al, hij is het gebleven. De wereldkampioen van 1986. Schaatsen nog onder. Met andere woorden, ook van plan om straks nog een ereronde te gaan rijden. Met een nieuw Nederlands record. Punten totaal van 161.937. Hein Vergeer. Zilveren medaille met een puntentotaal van 162.078. Vlak daarachter dus, met een heel klein verschil, gaat naar de man die daar voorzichtig achterlangs loopt, Oleg Bogdev. Ja, het hele doopzeil wordt nog even verlicht door de speaker natuurlijk. En Hein staat het allemaal glunderend aan te kijken. En Bogdev maar wacht inmiddels, maar nu is het dan zijn beurt. De tweede man van dit wereldkampioenschap uit de Sovjet-Unie. Die geweldig leuk en enthousiast reageerde. Ja. Het is toch mooi hoe die mannen met elkaar omgaan in deze tak van sport. Het zijn vijanden op het ijs, het zijn vrienden op het erepodium. Daar is Viktor Shasherin, de nummer 3 met een puntentotaal van 162.727. Twee Russen en één Nederlander daartussenin. Eens kijken wie nu de medailles uit gaat reiken. Zo te zien is dat de heer Pettersson, ja, hoofdbestuurslid van de Internationale Schaatsunie, afkomstig uit Zweden. Ja, dat is George Pettersson. Die namens de Internationale Schaatsunie de wereldkampioen Hein Vergeer complimenteert en hem zijn gouden medaille omhangt. En natuurlijk de krans van de winnaar. Ho, 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 daar komt Jan Geriesje, streng edelrechtvaardig. Die krans die komt, maar eerst het zilver, eerst het brons. Ja, hoor. Zo hoort het.
En zo dient het ook te geschieden. Dus eerst zilver voor Oleg Bogdev. Prachtig hoe Jan Garis het daar weer even regelend optrad. En brons voor Chacherin. En doe dan maar die kans, meneer Pettersson. Kijk, dat wil ik zelf doen. Dat gaat ja. Zelf doen. Goed zo, Jan. Zo hoort het ook. Prachtig. De goudgekleurde krans voor Hein Vergeer. De wereldkampioen. En we gaan ons opmaken om te luisteren naar, terwijl de kusjes en de bloemetjes worden uitgereikt, zometeen het Nederlandse volkslied, het Wilhelms. Mooi, lekker gevoel hier. Ik denk dat het bij u in de huiskamer precies zo is. Massaal meegezongen, Wilhelms. Kippenvel.